messen om te kunnen snijden, schrapers om te kunnen schrapen. We hebben een flink assortiment voor op de multitool om allerlei materialen te kunnen bewerken. Ik zal ze één voor één laten zien en dan zullen we dadelijk ook een aantal in praktijk laten zien. Als eerste heb ik hier een mes, een vrij bijzonder mes, heel specifiek voor het snijden van naden van teakdek. Het mes zelf is gemaakt van RVS. Er zit een gebogen kantje voorop. Dat is precies 4 mm breed in de buiging. Daardoor heel erg geschikt voor die toepassing. Dus ook eventueel te gebruiken voor gewoon kitnaden te verwijderen, maar het bijzonder gemaakt om op een teakdek de naden te verwijderen. Dan heb ik hier een blad, een mes, om kitnaden te kunnen verwijderen. Starlock aansluiting, een wat kleiner mes. En daarnaast hebben we dan ook een mes, is iets langer en wat dikker. En alleen voorzien van een Starlock Plus aansluiting. Maar beide geschikt voor dezelfde toepassing om kitnaden te verwijderen. Dan heb ik hier nog eentje, dat is ook een mes, ook met Starlock Max aansluiting. Maar dan recht, vlak, 32 mm breed. Ook geschikt voor kitnaden, maar in het bijzonder ook geschikt om invallend te kunnen snijden in isolatiematerialen. Dan heb ik hier twee schrapers. Bij de Starlock aansluiting, schrapers zijn geschikt om materiaal, bijvoorbeeld tapijtresten, te kunnen verwijderen. We hebben dan een flexibel schraper en een stugge schraper of rigide schraper. En die zijn dan geschikt voor oftewel zachte tapijtresten of harde tapijtresten. Hier heb ik dan nog een vrij bijzonder mes. Starlock aansluiting. Met twee snijkanten. Eén hiervoor om duwend voorgaande beweging te kunnen snijden. En één een haak om trekkend te kunnen snijden. Net zoals met een mes gebeurt. Uitermate geschikt voor tapijt, voor rubber, voor karton en ander soort materialen. Zeer geschikt daarvoor. En dan als laatste. En dit is al deze messen. De eerste was overigens een RVS, had ik al verteld. De andere zijn allemaal van high carbon steel. Dit is de enige die is van bimetaal. En waarom? Hij heeft een vrij groot snijoppervlak. Diameter is 85 mm. Het snijgedeelte is van high speed steel. Het bladgedeelte is van high carbon steel. High speed steel is beter bestand tegen warmteontwikkeling. Dus deze wordt ook intensiever gebruikt. En is uitermate geschikt om langere lengtes te kunnen snijden. In rubber, in karton, in isolatiematerialen. Ook eventueel in tapijt voor meerdere toepassingen geschikt. Dus dit is het assortiment aan messen die wij hebben voor de multitool. Laten we ze maar eens in de praktijk gaan bekijken door een aantal voorbeelden erbij te pakken. Ik ga als eerste werken met het mes met twee snijkanten. Snijkant om te duwen, snijkant om te trekken. Gewoon een simpele tapijttegel erbij gepakt. Ga ergens een hoekje uithalen, duwend werken. Ga ergens een lang stuk snijden door trekken te werken. En dat doe ik met de DTM 52, de nieuwe multitool. Ga ik een voorbeeld laten zien met het rechte mes, 32 mm breed. En wat ik ga doen is, ik ga invallend een uitsparing maken in EPS. Sommigen noemen het ook wel piepschuim. En bij isoleren van bepaalde gedeeltes met dit materiaal, kan het wel zijn dat er ergens binnenin een vierkant of een ander soort vorm uitgehaald moet worden. En dat kun je natuurlijk prima doen met zo'n mes. Laten we dat maar eens gaan bekijken. Dan heb ik hier als voorbeeld een stukje karton, een stukje EPDM, rubber. En dan ga ik snijden met het halfronde mes, met segment. In combinatie met de multitool. Gewoon een klein stukje recht snijden. En dan het laatste mes. Het is een mes om kitnaden te verwijderen. Het wat langere mes met de Starlock Max aansluiting. Zoals we gezien hebben, een aantal voorbeelden van snijden met een multitool. Hele specifieke toepassingen, maar soms ook breder inzetbaar, bepaald soort messen. Als je meer wilt zien van onze multitool, kun je in de speellijst of in de playlist van de multitool zien. Invalzagen in hout, zagen in metalen en dergelijke. En dit was de video wat betreft het snijden en ook schrapen van diverse materialen.